Mijn naam is Milan en ik volg de deeltijdstudie bedrijfskunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 2 jaar geleden ben ik van voltijd naar deeltijd geswitcht, omdat ik merkte dat ik de praktijk miste. En tegelijkertijd kreeg ik van een vriend een aanbod om bij hem in het bedrijf te komen werken. Ik werk bij Emkes Lease. Wij verhuren fietsen en scooters aan de horecabranche. Wij bezorgen de fietsen van klanten als New York Pizza, Subway, Takemundo en eigenlijk alle grote ketens hier in Nederland. Het leukste vind ik wel dat je samen echt een doel voor ogen hebt. We zijn een groeiende organisatie en juist met z'n allen door van de chaos nu een gestructureerde organisatie maken, dat maakt het wel heel tof. Na een college kan ik meteen de dag erna de theorie in de praktijk brengen en kijken of het ook daadwerkelijk werkt. Een mooi voorbeeld is denk ik toch wel het voorraadsysteem. Overal stonden dozen in hallen en er was niks gelabeld. En het was eigenlijk één grote chaos. Doordat ik leer logistics, management en logistieke systemen, kan ik die in de praktijk brengen. En nu zie ik ook daadwerkelijk dat de voorraad wordt bijgehouden en dat we een veel beter actueel overzicht hebben. Het voordeel van studeren met andere deeltijdstudenten vind ik toch wel dat je situaties met elkaar vergelijkt. Ieder bedrijf is anders, maar toch lijken heel veel situaties op elkaar en daar leer je gewoon heel veel van. Ik werk 3 dagen per week hier bij Emkes Lease en 2 dagen kies ik uit voor school. 1 dag heb ik daadwerkelijk college en een andere dag maak ik huiswerk of bereid ik colleges voor. Het mooie daaraan is dat als ik op donderdag college heb, kan ik vrijdag in de vergadering meteen ook input leveren om te kijken van kunnen we deze theorie ook hier in de praktijk brengen. Ik merk wel dat de combinatie van studie en werk veel vergt van je planning. Maar ik merk dat ik juist daardoor wel heel veel leer mezelf te ontwikkelen om te kijken van hoe ga ik dingen indelen. Door de werkervaring die ik opdoe tijdens mijn studie heb ik straks ook meer kans op een baan waar ervaring voor nodig is, zoals assistent interim manager.